je naar de eerste helft en de tweede helft kijkt, is er een duidelijk verschil. Waar ligt dat nou volgens jou? De organisatie. We gingen met een andere formatie spelen, waardoor wij moesten reageren. En dat liep niet helemaal volgens plan. Als team zagen we dat te laat. De trainer gaf het aan dan. En het lukte niet. Hè. Is het dan extra moeilijk om te schakelen naar het nieuwe systeem wat de trainer zegt? Of hebben jullie in de voorbereiding dusdanig daar veel op getraind dat het eigenlijk een automatisme is geworden? Nou, ze creëerden man extra op het middenveld. Dan moesten wij reageren en dat waren wij niet gewend. We hebben niet zo'n lange voorbereiding nog gehad, dus hebben we nog niet op getraind. Dus daar moeten we aan werken. Je bent zelf lang geblesseerd geweest. Hoe is het voor je om weer gewoon op het veld te kunnen staan? Ja, heerlijk natuurlijk. Ja, lang geblesseerd geweest. En dan als je weer mag spelen, ik heb het natuurlijk gemist. Ja, dat is lekker. Wat heb je nou het meest gemist tijdens je blessure? Nou, het spel gewoon. Gewoon met het team zijn. Wedstrijden spelen. En trainen. Ja, dat mis je. Okay, probeer nou eens naar het eind van het seizoen te kijken. Waar hoop je te eindigen met ADO? Nou, eerst willen we bij de eerste 6 eindigen voor de winter. En dan naar de winnaarscompetitie te gaan. En dan willen wij zo hoog mogelijk eindigen. Pascal, een relatief makkelijke eerste helft. Wat ging er mis in de tweede helft? Ze gingen met een andere formatie spelen. Waardoor het werd lastig, omdat op het middenveld kwamen met een man minder. En omdat we met een man minder kwamen, konden ze veel makkelijker doorschuiven. En dan kwamen we achterin met een man tekort. Oké, op het moment dat gebeurt, wat is dan jouw rol achterin? De middenvelders aancoachen, of het team aancoachen. Van dat ze met 3-4-3 spelen en dan dat er 1 centrale verdediger, Joep, die is middenvelder, is het al gewend om op het middenveld te spelen. Dan door te coachen dat hij op het middenveld gaat en dat we dan 1-1 achterin spelen. Doe je dat op eigen initiatief of bespreek je dat eerst met de trainer? Het wordt vaak van de zijkant aangecoacht, maar eigenlijk hoort het ook al zelf te lezen aan het spel. Wat is jouw ambitie? Waar wil je uiteindelijk eindigen? Later prof. Ik lijkt me leuk om in de Italiaanse competitie te spelen, want dat lijkt me meer wat voor mij. Of bij Chelsea of zo. Maar waarom de Italiaanse competitie? Het voetbal, ik ben niet echt een Spaans type voetballer, want ik ben niet echt heel erg technisch of zo. En Italiaans is meer kracht en het is meer mijn spel, vind ik. Nog even terug naar de wedstrijd, de 2-2 valt. Wat denk je dan? Ik ben boos op de spelers zelf, maar dat ook om mezelf dat ik het team niet aancoach. En dan gewoon proberen verder te gaan en dan beter, zodat we zelf weer kunnen scoren. Oké, de voorbereiding is bijna afgelopen. Als je nou teruggaat naar het begin van de voorbereiding en nu, waarin zijn jullie dan vooral gegroeid als team? Ik was in de voorbereiding was ik er niet bij, want ik was naar Engeland toe met de B1. Dus daar kan ik helemaal niks over vragen. Wat heb je in Engeland gedaan? We hebben 2 wedstrijden gespeeld. Eentje is niet doorgegaan. Tegen Derby County hebben we 2-1 verloren. Maar dat was tegen, voor mij, 4 jaar hoger. Want toen was ik nog 14 en we speelden tegen 18-jarigen. En ook tegen Liverpool, eigen leeftijd. En hebben we 3-2 van gewonnen. Helemaal goed, man.